op bezoek. Een filmpje over hoofdstuk 2, want wij slaan zelf over. Het is zowel voor editie 10 als 12 te gebruiken. Er komen ook sommen van, editie 10 zelfs. En die komen dan ook in een speciale playlist staan. Maar de uitleg is altijd voor allebei de edities. Hè? En de meeste sommen zijn standaard editie 10 van de tweede klas. Tenzij het erbij staat, dan is het editie 12. Nou, de cirkel. Ik heb hier al iets getekend. En ik zal dit even weghalen. Wat ik heb getekend hier is de straal. Dat is de afstand van het middenpunt naar de buitenkant. De rechte lijn. En die kun je er heel veel tekenen. Want daar heb ik een punt liggen en dan kan ik hem tekenen. Maar ik kan hem ook gewoon zo tekenen. Of zo. En daar kan er ook weer eentje tussen. En daar kan er ook weer eentje tussen. Dus er zijn er oneindig veel te tekenen van die stralen. En zo zijn er ook oneindig veel punten op de cirkel. En al die punten samen vormen de cirkel. Nou, als de straal anderhalf is, dan kun je dat terugzien in de omschrijving van de cirkel. Dit is een soort omschrijving van de cirkel. Zo schrijven ze op en dan ligt het helemaal mee vast. Want ze zeggen, zo is er maar één cirkel mogelijk eigenlijk. Want ze zeggen, een cirkel, dat is eigenlijk wat ze hier tekenen, een rondje met een puntje erin, een cirkel. Haakje open M, dat is dan het middelpunt. En dan staat daarachter altijd de straal. Haakje sluiten. Nou, dit is dus de omschrijving van de cirkel. En daarmee definiëren, noemen ze dat heel chic, heel wiskundig, cirkel. Ofwel, daarmee bepaal je eigenlijk de cirkel. Daarmee ligt het vast. Zo kan je maar één cirkel tekenen. Nou, wat moet je nog meer weten? De diameter natuurlijk. De diameter, dat komt later ook aan bod bij omtrek berekenen van de cirkel. De diameter is eigenlijk twee keer de straal, want dan ga je van een punt naar de andere kant van de cirkel. En dan niet zo, nee, door het midden. En dat is de diameter, twee keer de straal. Dan eventjes over de situaties die je hebt. Je hebt drie situaties. Je kunt in de cirkel staan, op de cirkel of buiten de cirkel. En die cirkel zelf is dus eigenlijk een grens. Hij is eigenlijk de grens. En als je 1,5 centimeter van M afstaat, dan sta je op die cirkel. En ieder punt op die cirkel ligt 1,5 van M. Zo kun je het ook andersom zeggen. Als je alle punten wil vinden die 1,5 van M af liggen, teken je gewoon een cirkel met M als middelpunt. En zo die en de straal 1,5 en dan zo die cirkel. En dan heb je alle punten die 1,5 van M af liggen. Dan in de cirkel. Wat gebeurt er nu in de cirkel? Dan weet je één ding van een punt. Of je weet eigenlijk één ding als je binnen de cirkel staat. Je afstand tot M is kleiner dan 1,5. Waarom? Hier ga je de grens over, naar buiten de cirkel. En als je op de grens staat, dan zit je precies op 1,5. Dus in de cirkel is je afstand tot M kleiner dan 1,5. Dan gaan we nu naar buiten de cirkel. Bij buiten de cirkel sta je ergens hier bijvoorbeeld. Dan is je afstand tot M, ja, je staat verder weg dan de cirkelrand. Dus je staat verder weg dan deze grens. Dus je afstand is groter van M naar M dan die 1,5 centimeter. Dat kan niet anders, want was het precies 1,5 zat je op de cirkel, was die kleine stooi erin. Nou, eventjes, hoe schrijf je dat nu op? Nou, hier is dus de afstand tot M is kleiner dan de straal. Hier is de afstand groter dan de straal. En hier is die precies de straal. Nou is dat natuurlijk niet volledig geschreven. Dit mag je zo niet doen, maar dat ga ik straks laten zien hoe het wel moet. Maar dat is even voor de uitleg. Dus probeer dat eventjes vast te houden. Dan gaan we nu kijken. Ja, mijn passen staat al klaar. Even hier zetten. Zo. Dan gaan we nu kijken hoe zit het nu met de cirkel. Als je dus op 1,5 centimeter van M ligt, dan liggen alle punten liggen op de cirkel die 1,5 centimeter van M liggen. Alle punten in de cirkel die voldoen aan de eis dat ze minder dan 1,5 van M af liggen. Dus ze liggen niet precies 1,5 centimeter van M af, maar minder dan 1,5 centimeter. Alle punten die verder dan 1,5 centimeter liggen van M, die liggen buiten de cirkel. Nou, hoe ik het nu heb opgeschreven, dat is een beetje in gewone taal. In de wiskundetaal doen ze dat zo. PM is 1,5. Even anders zitten hoor. PM is 1,5. Nou, wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, P staat gewoon voor een punt. En ik weet niet of jullie het nog weten. Ik heb hem straks nodig. Dus ik dacht, ik gooi hem even alvast weg. Maar ik moet hem straks weer pakken. Ik doe hem even opzij. Zo. Je hebt hier bijvoorbeeld een rechthoek staan. En dan had je bijvoorbeeld zijde AB. En dat schreef je dan zo op. A,
B. Twee hoofdletters naast elkaar. Dat was dan de afstand van A naar B. En zo werkt dat hier eigenlijk ook. Dit is eigenlijk gewoon een afstand. Twee hoofdletters geven een afstand aan. Dus PM is van P naar M anderhalf. Dus als een punt op de cirkel ligt, dan voldoet hij aan PM is anderhalf. Ligt hij in de cirkel, dan moest hij dus kleiner zijn, hè, dan anderhalf. Dan schrijf je op PM, ofwel de afstand van het punt P tot M is kleiner dan anderhalf. Dan heb je nog alle punten die verder liggen dan anderhalf van M. En dat schrijf je zo op. PM is groter dan anderhalf. Dus hiermee geef je eigenlijk alle punten aan die buiten de cirkel liggen. Hier geef je eigenlijk aan, mee met PM kleiner dan anderhalf, alle punten die binnen de cirkel liggen. En met PM is anderhalf geef je alle punten aan die op de cirkel liggen. Nou, daar gaan ze natuurlijk, daar moet je met dingetjes mee gaan doen. En daar laat ik een voorbeeldje van zien. Als je een assenstelsel tekent, ik laat de getallen langs de assen weg. Dat doe ik omdat anders mijn tekening te troebel wordt voor jullie om te zien op het scherm. En dan zien jullie niet goed meer waar het echt om gaat, kunnen jullie dat niet goed zien. Maar jullie moeten dat natuurlijk wel opschrijven. Nou, dan pakken we A. A zit op min 2,1. Min 2 opzij, 1 omhoog. Dan pakken we B. B, oh, ik heb nu echt alleen de B. Zo, B zit op 1,-1. 1,-1. Daar zit B. En dan gaan we nu verder lezen. Er staat nu, kleur alle punten P rood, waarvoor geldt PA groter dan 3. Dat betekent dus buiten de cirkel. He? Buiten de cirkel met straal 3. En middelpunt A. Dat staat hier. PA is de afstand van P tot A, moet groter zijn dan 3. Dan ga je eerst even, voordat je weet welke punten allemaal groter zijn dan 3, ga je eerst even de grenslijn aangeven. En de grenslijn is dus die cirkel met de straal 3. Want kijk maar, PA groter dan 3. Dan gaan we eerst kijken wanneer is de afstand precies 3. En dan weten we, daar zit dus de grens. Nou, dat doe je door een cirkel te tekenen. En ik ga die cirkel even heel dun tekenen, want ik moet straks daar nog van gaan inkleuren misschien. Zo. Nu heb ik de cirkel getekend. En daar liggen alle punten op. PA is 3. Die liggen op die cirkel. Nou, we moeten nu hebben, PA moet groter dan 3. Dus even simpel gezegd, we hebben eigenlijk alles buiten die cirkel voldoet daaraan. Zo, dat is even voor de uitleg. Dan weten we ook, er is nog een eis. We moeten ook punten kleuren waarvoor geldt PB is 2. PB is gelijk aan 2. B is dan dus het middenpunt. En P is dus het punt op die cirkel. Dus we gaan nu een cirkel tekenen met straal 2 met middelpunt B. En dan gaan we straks wel even kijken, wat eisen ze nou precies? Kijk, hoppatee, die heb ik ook getekend. Nou, dus ik heb nu van beide, heb ik de opzet gemaakt. Dan krijg je al punten. Zoals je op de toets dit ziet staan, PA groter dan 3, dan weet je in ieder geval dat je die cirkel moet gaan tekenen, in dit geval met straal 3 en A het middenpunt. En hier B het middenpunt, P is het buitenste punt op de cirkel, B is het middenpunt, straal is 2. Nou, dan heb je dit gedaan. Dan ga je goed lezen. Ik had net al laten zien, PA groter dan 3. Dan moeten we dus alles hebben wat hier buiten ligt. Nou, dan kan ik wel, ja, doe ik eventjes zo. La, 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 la. Zo, even alles wat er buiten ligt. Dus niet erop, niet erin. Ja, krijg ik niet echt goed netjes gekleurd. Maar jullie snappen het principe, denk ik. Die eis hebben we sowieso al. Maar PB is 2. Dus het zijn ook punten die 2 van B afliggen. Dat betekent dus dat al die punten die ze willen zien, die moeten op die kleine cirkel liggen. Dat staat er. PB is 2. Dus alle punten die we zoeken, liggen op die kleine cirkel. Nou, nu zou je misschien denken, oh, makkelijk, alles rood kleuren wat op die kleine cirkel ligt. Klaar. En dat is niet goed. Want de andere eis was, de afstand van alle punten die we gaan tekenen, moeten van A groter zijn dan 3. Dus je zit buiten de cirkel. Dus niet erop, maar buiten de cirkel van de grote cirkel. Want hij moet groter zijn dan 3. Dus dit is buiten die cirkel. Oh, dit is lastig even zo. Ik ga even. Zo. En dan heb je dus alle punten waarvoor geldt dat het die op dus die cirkel liggen met straal 2 en middelpunt B. Want dat staat hier. PB is 2. Dat is een eis. En de andere eis is, ze moeten verder dan 3 van A af liggen. Nou, deze liggen allemaal binnen de grote cirkel. Dus die mag ik niet meer meetekenen. Zien jullie dat? Deze liggen echt
Dit grijze lijntje van die kleine cirkel dit binnen de cirkel, dus die mag je niet meetekenen. En zo werkt het. Ik ga nu filmpjes opnemen van de diagnostische toets. En daar zit er ook nog zo eentje in. Nou, dat was het. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!